Ja, vanavond was het vooral chaos. Ik probeerde alles wel goed te regelen en probeerde te communiceren met de eventmanager, want ik was dan ook haar assistente. Het was nu echt, vooral vandaag, het stressmoment was de muziek. We hadden een DJ geregeld en die had afgezegd vanochtend. Oh nee. Ja, dus ja, dat was even chaos. Maar het is goed gekomen. We hebben muziek, dus dat is goed. We begonnen echt gewoon met een klas verschillende studenten uit de hele wereld, eigenlijk van verschillende delen. Begonnen we in de klas, we gingen dingen verdelen, want we hadden ook een magazine. Zo verschillende mensen gingen dat doen, andere mensen gingen sales doen. En dan had je dus de fashion show, was apart. En dan later in de week, ja, het ging allemaal een beetje geleidelijk, het regelen en alles. En later in de week nam de fashion show echt de voorhand. Ik ben de event manager, dus zoals jullie hebben gezien is het fashion show, daar ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor. En ik moet zorgen dat alles loopt, de modellen op tijd zijn, de designers hun plek kennen. Voor mij is het verschil tussen Oost-Europa en Amsterdam is voornamelijk dat in het oosten vinden dat ze heel netjes gekleed zijn. De vrouwen hebben meestal hakken aan, make-up, ze zien er altijd netjes uit of ze nou naar een club gaan. Of gewoon wat te eten. Terwijl hier in Amsterdam gaan we gewoon met spijkerbroek, weet je, en een shirtje en wat sneakers. Dan gaan we gewoon uit.